Nou ja, hoe het verder met Rick gaat. Nou, dat hebben we gezien. Dat is niet zo best, maar hij leeft uit. Ja, ja. Uitzicht. Maar ja, wat, je weet niet hoe. Maar echt. Je weet niet hoe. Nee. En nou ja, uiteindelijk weten we dus ook dat Zoe niet de moordenaar is. Ik vind het grappig, jullie draaien echt super om de antwoorden heen. Ook. Omdat je natuurlijk gaat denken van, je mag natuurlijk niks zeggen. Maar ja, is dat lastig om de hele zomer, de hele tijd niks te mogen zeggen over je werk? Ja, nee. Nou, joh, we niet wel iedereen vraagt erom. Maar... Voor mij is het heel uitzichtloos zij ziet dat anders. Dus, zij denkt dat ik nog een toekomst heb. Deze jongen kan niet meer. En Joke Bruijs komt terug. Dat weten jullie inmiddels wel, denk ik. Zeker. Ja. Dus dat is... ik zie Bo kijken. Dat is nieuw voor mij. Is dat nieuw voor jou? Ik vind haar te gek. Zij is te gek. Ja. Maar echt. Ja. Ja. Maar en even een andere orde. Want het is wel belangrijk hier aan het einde van de uitzending. Maar volgens mij is Noëlle bijna uitgerekend, toch, je vrouw? Ja, klopt. Ik heb mijn telefoon in mijn zak zitten. Echt waar? Ja, als hij trilt, dan moet ik gelijk even kijken. Maar maak je een grapje of is echt zo? Ja, nee, ik kan niet door jouw pokerface heen kijken. Nee. Hij heeft een paar keer getrild en dan haal ik hem gelijk aan mijn zak. En wanneer moet dat gebeuren? Ja, vrijdag uitgerekend. Dat kan ook nu gebeuren. Dan is het, zoals jij al zegt, toedeloen. Dan ben ik weg. Wat spannend, zeg. Nou, je staat er relaxed bij, maar dat is heel mooi. Dat gaat wel. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan vanavond kijken. Mm-hmm. Is er nog één iets? Want Mark, ben jij op de hoogte van wat er allemaal speelt in Goede Tijden? Nee. Ik heb helaas nog nooit gekeken. Dat heb ik net ook bekend aan deze twee. Hoe kan dat nou? Dat je nog nooit hebt gekeken naar Goede Tijden? Ja, dat is wel bizar. Maar ik kijk echt altijd naar het 8-uur-journaal. En dan zit het er tegenover. Ja, je kan terugkijken. Precies. Maar we hebben dus vanavond een superbelangrijke uitzending... waarin het allemaal duidelijk gaat worden. Ja. Ook over Nina, de vraag waar iedereen mee bezig is. Ja. Eén hint, ze zit dus niet in de leader. Dat weet jij al. Ja, zeker, ja. Ja, maar dat is slecht nieuws voor Nina. Dat zou je wel zeggen, ja. Maar ik vond dat al in die auto behoorlijk te hard. Ja, dat zit er niet in. Nou, ik wens jullie veel succes. Ik hoop dat het met jullie allemaal goed afloopt in die serie.